Zo, ja, gelijk verder met toer 4. Hier zijn we geëindigd aan de goede kant. Met al die veetjes en daar gaan wij nou mee werken. Bon, toer 4. Als je draadwisseling doet, kleurwisseling, weer inderdaad draad aanhechten in de hoek. En dan gaan we beginnen. Haak 1 stokje, dus gelijk op die plek hier doen. 1 stokje. Oké, daar is de eerste viewer al. Hallo! Zijn we toer 4 begonnen? 1 stokje op het stokje in de hoek. En je bent nu aan de verkeerde kant van het werk. Even kijken. Haak 1 stokje in de losse ruimte, als hier. Dus gewoon een stokje erin plaatsen. En nu. Haak 1 relief stokje achter. Hier heb je het relief stokje van de vorige toer. Die zit achter dit balkje verscholen. Hier heb je ze. Dit is je eerste relief stokje. Dus daar gaan we een relief stokje achter maken. Dus weer draad omslaan. Van achter naar voor. En van voor naar achter en eromheen. Daar maken we het eerste relief stokje. Heb je gelijk een balkje? Weet je gelijk dat je daar je relief stokje hebt gehaakt. Haak 2 stokjes in de losse ruimte. Dit is de losse ruimte. Dus daar haak je 2 stokjes in. 1. En nummer 2. Nu, haak 1 relief stokje achter, maar die gaan we niet afmaken, want we gaan die met die samen haken. Dus die en die gaan we samen haken in een relief stokje. Dus wat doen we? Draad omslaan. Van achter naar voor en van voor naar achter. En weer je draad ophalen. En dan ga je niet afmaken, stoppen hier. Heb je 2 lussen op je haak. Omslaan. Pak het volgende stokje. Weer van achter naar voor en van voor naar achter. En draad ophalen. En daar ook weer 2 lussen. En dan heb je 3 lussen op je haak. Doorhalen. Dan zijn ze allebei verscholen achter dit balkje. Ik zal hem even omdraaien om te laten zien. Even helemaal draaien. Kijk, nou hebben ze dus eigenlijk naar elkaar toegehaakt. Zie je? Nou, dan gaan we verder. Ik zal het nog een paar keer laten zien voor jullie. Dan weten jullie hoe of wat. Zijn we weer in die ruimte hier, hè? Even naar beneden scrollen. Daar maak je weer 2 stokjes in. 1. En 2. En dan zijn we weer bij dit reliëfstokje en deze reliëfstokje. En daar gaan we weer mee samen haken. Dus om de naald heen. Van achter naar voor en van voor naar achter. Draad ophalen. En 1 keer doorhalen en stoppen. Heb je 2 lussen op je haaknaald, ga je weer draad omslaan. Gaan we naar het volgende reliëfstokje. Gaan we van achter naar voor en van voor naar achter. En weer ophalen. En 1 keer doorhalen. Dan heb je 3 lussen op je naald. En die maak je af. Dan weer 2 stokjes in de losse ruimte. En dan zijn we weer aangekomen bij de reliëfstokjes. Die en die gaan we weer mee aan de slag. Dus weer draad om de naald heen. Van achter naar voor, van voor naar achter. Draad ophalen. En 1 keer doorhalen. Wachten, 2 lussen op de haaknaald. Draad omslaan. Van achter naar voor en van voor naar achter. Ophalen. 1 keer doorhalen. Heb je 3 lussen. En die haak je af. Nou, dan weer 2 stokjes in de losse ruimte. Dan ga ik nog 1 keer met jullie doen. Draad omslaan. Van achter naar voor en van voor naar achter. Draad ophalen en 1 keer doorhalen. 2 lussen op je naald. Draad omslaan. Naar de volgende. Van achter naar voor, van voor naar achter. En ophalen en doorhalen. Heb je er 3. En afmaken. Nou, dan ga ik weer even speedy haken naar het einde. Ook dit filmpje zal ik straks weer op YouTube gaan plaatsen als het klaar is. En dan zal ik een mooi overzichtje maken op Facebook. Dat jullie alle linkjes weer bij elkaar hebben. Zoals ik ook bij week 1, 2 en 3 heb gedaan. En dan kunnen jullie daar nadien nog eens nakijken. En zo vaak pauzeren als je zelf wil. Dat is nou weer het voordeel van YouTube. Ik merk dat sommigen niet alle filmpjes meer terug kunnen vinden op Facebook.
Klopt, er zijn wat problemen geweest met een aantal filmpjes in week 3. Dus ik heb die er allemaal afgehaald. Nu die kunnen het allemaal nakijken op YouTube. Daar staan ze nou. Mooi en overzichtelijk. Weeknummers staan erbij, toernummers staan erbij. Alleen in de eerste 2 weken heb ik gezien, moet ik nog even de toernummers aanpassen. Want er zijn wat dingen misgegaan. Maar goed, de toeren kloppen, alleen de nummering niet. Goed, zijn we aangekomen bij het laatste reliefstokje, want je houdt er nou eentje over. Daar maak je dus 1 reliefstokje. En zoals je aan deze kant ook gedaan hebt, hier is 1 stokje in de losse ruimte. Dat doen we dus aan het einde ook. Plus 1 stokje op de laatste stok van de vorige toer. En dan heb je de reliefstokjes achter samengehaakt op de eerste 2. Eerste en de laatste reliefstok na. Goed, dan gaan we nou naar toer nummer 5. En nu weer idem bij kleurwisseling, afhechten en aanhechten, werk draaien. En we gaan starten. Haak 1 stokje, half stokje, sorry. En haak halve stokjes door de hele toer heen. Als het goed is heb je nou alleen maar steken en geen gaten. Dus je kan gewoon alle steken die je tegenkomt voorzien van een half stokje. Nou ben je tevens aan de goede kant van het werk. Kijk. En dan heb je dit al gecreëerd. Er werd mij ook een vraag gesteld van om aan te geven hoeveel centimeter ik per toer heb. Dat ga ik niet doen, want zoals jullie gemerkt hebben met de grannies, ik kan wel centimeters opgeven, maar jullie haken niet zoals ik haak en de ander haakt niet zoals jij haakt. Dus als ik jullie per toer een centimeter lengte moet gaan geven, is geen houden aan. Dan ga ik 100 vragen krijgen over waarom is mijn toer A niet zoals toer jou, als die van jou. Gewoon passen, passen, passen. Vind je de lengte te lang, dan ben je te ver doorgegaan, zeggen ze wel eens. Dus heb je niet op tijd gepast. Alle toeren waar we dus zoals deze halve stokjes maken, volledig, of stokjes maken, zijn de toeren daar waar je kan stoppen als jij wil gaan beginnen met de grannies. Ik heb de grannies vrij onderaan gedaan. Als jullie dat niet willen, bijvoorbeeld jullie het boven de knie hebben of net onder de knie, kun je stoppen bij een toer waar je halve stokjes maakt. Dat is de toer waar je kan stoppen. Let op dat die toer met meervoud van 20 moet zijn. Want als je straks de grannies gaat aanhaken, zul je in delen moeten gaan splitten per 20. Maar dat wordt in toer in week 5 uitgelegd verder. Goed, toer 6. Haak 1 losse, werk draaien. Als je kleurwisseling doet, weer aanhechten in de hoek. En wat zegt het patroon? Haak 2 stokjes. Dus de eerste daar. En de tweede daar. Nu gaan we dus beginnen met corner to corner. Sommige mensen hebben wel eens dekens gemaakt met corner to corner. Die werken met hele stokjes. Deze corner to corner is iets anders, want je werkt met halve stokjes. Enige keer wanneer je een heel stokje maakt, is als je de basis gaat leggen van je corner to corner. Je gaat nou 2 steken overstaan. Je gaat in de derde steek een stokje maken. Dan zegt het patroon, haak 2 lossen. 1, 2. Dan hebben we dit. Dan hebben we hier het stokje en daar gaan wij de 3 halve stokjes omheen haken. Dus omslaan. Om je stokje heen. Ophalen. En doorhalen. Dat is 1. 2. En dat is 3. Dan heb je dit. En een vaste. Bij de aanhechting waar je stokje hebt geplaatst. En nu weer 2 steken overstaan en in de derde een stokje. Nu 2 lossen. Ik zal hem nou even wat rustiger doen. Volgens mij ging iets wat te snel. Hier heb je het stokje. Daar haak je dus 3 halve stokjes omheen. Dat is 1. Weer omslaan, weer om datzelfde stokje heen. Dat is nummer 2. Omslaan en weer om het stokje heen. En dat is nummer 3. Dan heb je dit.
en in de basis waar je een stokje hebt gemaakt, maak je een vaste. Dus weer 2 overslaan, in de derde een stokje, 2 lossen en weer om dat ene stokje heen haak je 3 halve stokjes. En dat is nummer 3. En weer een vaste, daar waar je stokje hebt gehaakt. Nou, ik zal even laten zien. Dan heb je dit. Als je dit niet hebt, heb je het verkeerd gedaan. Ik denk dat dit wel duidelijk is. Ik denk dat jullie dit wel lukt. Goed, ga ik even snel door. Naar het einde. Oh, ik wil mijn draad oppakken, anders haakt het zo moeilijk. 2 en nummer 3. En een vaste. Weer 2 overslaan. In de derde. Een stokje. 2 lossen. En weer 3 halve stokjes. Om het stokje heen. Plus een vaste onderin. Gaan we door. Weer 2 overslaan. In de derde weer een stokje maken. 2 lossen. 3 halve stokjes. En weer een vaste, daar waar je het stokje gehaakt hebt. 2 overslaan, in de derde. En dan weer 3 halve stokjes. Waar ben ik? Daar. En een vaste, daar waar je het stokje hebt gemaakt. 2 overslaan. Dan kan het zijn dat je misschien niet helemaal goed uitkomt met het aantal steken wat je overhoudt. Maakt niet uit. Hou je de 2 over, slijt er gewoon eentje over. Dat valt niet op met dit werk, gelukkig. Kijk, ik kom wel uit 2 overslaan en in de laatste 2 doe ik 2 stokjes. Het kan dus zijn dat je een stokje te veel overhoudt, een steek te veel overhoudt. Sla gewoon 1 extra steek over en maak die 2 stokjes. Dat zie je niet in het werk terug. Goed, gaan we door naar toer 7. Nu gaan we eigenlijk de andere kant op en dezelfde manier haken. Dus wat doen we? 1 losse werk draaien. Indien je dus weer kleurwisselingen doet, aanhechten in de hoek en beginnen met het werk. Haak 2 stokjes. 1 en 2. Dan wordt er gezet, haak een vaste boven het groepje halve stokjes van de vorige toer. Dat is dus hier. Daar. Ga dan niet bovenin vrummelen. Gewoon ertussenin. Hier. Een vaste. Haak 2 lossen. En dan gaan we om dit stokje. Gaan wij 3 halve stokjes maken. Dus 1. 2. En nummer 3. En dan gaan we naar de volgende. Hier weer. In die hoek. Bovenin. Tussen de laatste 2 stokjes in. Maak je een vaste. 2 lossen. En weer om datzelfde stokje heen. Je 3 halve stokjes. Zie. Volgende. Vaste. 2 lossen. En 3 halve stokjes om hetzelfde stokje heen. 2 en 3. Dan heb je dus uiteindelijk dit. Corner to corner. Maar in plaats van met hele stokjes doe je met halve stokjes. Dat is alles. Ik ga weer even snel door. De meeste mensen weten van jullie wel wat een corner to corner is. Als het goed is hebben sommige mensen van jullie wel eens een babyblanket gemaakt of een deken. Met alleen maar corner to corner steken. Is niet moeilijk, maar enorm leuk, want je kan er ook hele mooie pixeldekens mee maken. Of per baan kleuren wisselen. Kan heel mooi worden. Zo, ik ben er bijna. En dan zal ik nog even het einde met jullie laten zien. Zo, ik moet even mijn draad omhoog trekken.